heb dit al 80 keer gehoord. Maar voor als jij het toch nog niet gehoord hebt, nog even. The best foreign language film, the nominees are... From Belgium, The Broken Circle Breakdown. Chris Hemsworth hoor je. Thor. De wereldberoemde Thor. En nu aan mijn lijn een man met een Oscar-nominatie. De hoofdacteur in The Broken Circle Breakdown. En nog in het nieuws nu aan mijn lijn. Johan Heldenberg. Dag Johan. Wat een feestelijke dag vandaag. Ja, dat is zo. Ja, dat, ja. Ik hoor dus de glimlach in jouw stem. Maar ik ben al zo'n hele tijd aan het glimlachen. En het is een beetje moeilijk, want ik ben aan het draaien in Parijs voor een film. Oei. Waar een gangster een zeer serieuze man moet spelen. Maar er zit al de hele dag een glimlach in mijn ogen. Ja. Oei, oei. En Mark, jij moet de hele tijd interviews doen, toch? Lukt dat een beetje dan tussendoor? Ja, maar kijk, nu heb ik tussendoor heb ik even wat tijd. En ik heb ondertussen wel wat interviews gedaan. Ja. Dat dacht ik al. Zeg, vertel eens. Je hebt daar straks live gevolgd, neem ik aan, om 14:30 was het? Nee, ik heb niet live gevolgd. Okay. Ik was toen aan het draaien. En op een gegeven moment ging mijn telefoon. Ik heb denk ik meer dan 100 sms'en gekregen. Ik dacht van, het is binnen. Ja, zelfs hier bij ons. Allee, de vloer van Q-Music, niet dat wij enorme filmfreaks zijn, maar hier stond iedereen, echt waar, iedereen rond één computer waren live. Echt waar? Ja, en er klonk een enorm gejuich over heel de vloer toen het zover was. Echt waar? Echt waar? Dus iedereen leeft daarmee mee, dat is echt ongelooflijk. Zeg, je hebt met The Broken Circle Breakdown, hebben jullie natuurlijk al heel veel prijzen gekregen, maar dit is toch wel het speciaalste, of ben ik mis? Ja, dit is gewoon het hoogste wat een Europese film kan bereiken in Finland. Het is nog één stapje hoger natuurlijk, maar ja, dat zullen we dan wel zien op 2 maart. Maar dit is gewoon het hoogste dat je kunt bereiken. En het schone daaraan is dat dat verhaal dat Mieke Dobbels en ik geschreven hebben, dat gaat nu gewoon de wereld rond. Nog meer, er gaan nog meer mensen geïnteresseerd zijn om dat verhaal te zien. En dat is gewoon echt fantastisch. Ja, het was wel tof dat je zo enthousiast bent. Ja. Oké, zeg maar, je zegt een trapje hoger, je bedoelt de Oscar winnen natuurlijk. Ja. Heb je al iets van de concurrenten gezien? Ik heb alles gezien. Alles? Maar, toevallig. Hoe? Ja, toevallig, gewoon. Ik zat ook in de jury van het filmfestival van Oostende. Ja. En daar zat Lacan de Belet zijn en jachten. Ik heb toevallig alles gezien. En ik eigenlijk niet zoveel films meer, omdat ik eigenlijk zelf redelijk bezig ben. Maar toevallig heb ik ze gewoon gezien. Het zijn stuk voor stuk gewoon fantastische films. Dus ja, we zullen wel zien. Ja, je gaat geen uitspraken doen over je kans. Je hoopt natuurlijk van wel. Maar we hebben een kans, 1 op 5, hè. Absoluut, absoluut. Maar ja, La Grande Bellezza is met alles gelopen. Heeft de Golden Globes gewonnen, heeft de Europese filmprijzen gewonnen. Dat is een zeer zwaar tegenstander. En Jachten is gewoon mijn favoriet van al de films. Dus ja, het is heftig, ja. Ja, ja. Zeg, ga je zelf dan die dag naar Hollywood? Of hoe zit dat? Weet je dat al? Of is dat nog niet bekend? Ah, wel, ik hoop van wel natuurlijk. Maar het probleem is, ik heb de 5e maart, het is 2 maart, dus 3 dagen later, heb ik première van een voorstelling die ik op dit moment aan het maken ben. in Turnhout. Dus er is al een plan, hè? Maar we zullen wel zien of dat plan uitvoerbaar is. Ja, inderdaad. Maar ze gaan mij dat toch niet afpakken. Allee, kom aan. Dat zou toch eigenlijk... Dat is once in a lifetime. Ik bedoel, ik kijk al van mijn 14 jaar elk jaar naar die Oscar-uitreikingen. Ik blijf daar al elk jaar voor wakker in, midden van de nacht. Totdat ik in slaap val en dan gaan ze mij dat opnemen. Dat kun je gewoon niet maken. Dat snap ik wel. Je moet er naartoe. Je moet er natuurlijk naartoe. Zijn. Absoluut wel, absoluut wel. Desnoods met een jetlag van hier tot in Hollywood. Voilà, het is dat. Johan Heldenberg, van harte proficiat. Niet alleen aan jou, maar ook aan regisseur Felix van Groningen en vele baars en de hele ploeg van de film natuurlijk. Wij zijn trots dat de Broken Circle Breakdown genomineerd is voor de Oscars. Van harte proficiat en heel veel plezier en heel veel succes met het draaien in Parijs. Probeer je toch een beetje te concentreren op het gangster zijn. Dag Johan Heldenberg, tot ziens. Ciao. Dag. De Wim Hof Show.